wedstrijd zien afloop van de wedstrijd tussen Excelsior, Rotterdam en AZ. Er waren vandaag 4218 toeschouwers aanwezig in het Van Dammerdenhout Stadion. 0-2 ruststand, 1-2 eindstand. We gaan napraten over deze wedstrijd. Allereerst met de trainer van AZ, John van der Brom. Gelukkig trainen. Gelukkig omdat je wint, maar ik bedoel meer gelukkig omdat we gelukkig hebben gewonnen vanavond. En, je kijkt als trainer altijd als je een wedstrijd wint, de manier waarop je dat gedaan hebt. En ik ben aan de ene kant best tevreden, of ik mag best tevreden zijn over de eerste helft. Omdat je twee goals maakt. Wederom in een uitwedstrijd, dat je daarnaast nog een aantal mooie kansen hebt gehad om misschien nog wel meer goals te maken. Maar je sluit ook nooit je ogen voor de kansen die in dit geval Excelsior heeft gehad. En bijna identieke situaties waarin we eigenlijk minimaal 3 keer 1-op-1 op de keeper komen. En dan mag ik mijn keeper een groot compliment geven dat hij ze alle drie fantastisch keept. En daardoor ons in de wedstrijd houdt. En dat hebben we in de rust al aangegeven aan die jongens. Dat het goede was dat het goed speelde, maar dat we ook heel makkelijk werden in het weggeven van kansen. En dan hebben we eigenlijk de tweede helft een beetje hetzelfde beeld gezien. En het was wachten op de goal. Nou, Excelsior maakt een hele mooie goal met Ali. Fantastische goal die we scoren. En we gaan volle bak op die 2-2. En we hebben dat met kunst en vliegwerk weten te voorkomen. En elftal wat ver heeft moeten gaan de afgelopen week. En vanavond zeker om die wedstrijd eruit te slepen. En natuurlijk wil je dat als een compliment zien naar die jongens. Maar als trainer wil je liever dat de wedstrijd eerder in de handen blijft. En dat hebben we nagelaten. En dat is aan de ene kant een compliment voor Excelsior. Aan de andere kant ook een excuus. Altijd slap vind ik om excuses te gebruiken. Maar de krachten waren ook een beetje op aan het eind. En dan kom je uiteindelijk in de situatie als deze terecht. En dat hebben we met geluk afgedwongen. En dat is een belangrijke overwinning in de strijd die we houden in de competitie. Wisten van tevoren, komt er een mooi programma aan en we kunnen kijken wat de rest weer doet. Zodat we die derde plaats heel vast in handen hebben. En wederom naar boven kunnen kijken wat er morgen weer in dit geval in Arnhem gebeurt. Dus ik ben blij met de overwinning, de manier waarop. En dat kun je altijd ook misschien. Dankjewel. Nu het woord aan Mitch van elkaar. Nou, ik ben uiteraard wat minder blij, dus dat mag wel duidelijk zijn. Ik denk dat de eerste helft, zoals al aangaf, voor beide partijen kansen er waren. Iedere keer als we een kans hadden, kregen we een minuut later een kans voor AZ. Uiteindelijk wordt het 1-0. Toen was het even lastig. Dan moet je eigenlijk de rust ingaan met 1-0. Dan moet je wat zakelijker zijn en ervoor zorgen dat het niet groter wordt. Nou, we maken zelf een fout. Waardoor we de 2-0 tegenkrijgen. Dat is wel zeggen duur leergeld. Ik weet wel, bij ons zag het er iets anders uit. In die zin dat was vrij stil. We hebben geprobeerd om in ieder geval dat wat mondig te krijgen. Het is 5 minuten, 10 minuten, tweede helft AZ aan de bal. En dan langzamerhand begonnen wij wat meer initiatief te krijgen. Ja, naarmate die wedstrijd vorderde, we maken die goal, de geweldige goal van Ali. Ja, dan was het Excelsior wat op helft tegenstander speelde. Met een goede aanval en met een goed positiespel. Alleen, we waren niet bemacht om in ieder geval de 2-2 binnen te schieten. Vorige week kregen we misschien iets te veel en vandaag te weinig. Aan de andere kant heb ik wel gezien dat we door zijn blijven gaan. Ook in de eerste helft waar we het moeilijk hadden, een goede aanval hebben laten zien, tweede helft ook. En dat we tot het einde volle bak zijn gegaan. Dus dat is in ieder geval positief. En, zeker deze ploeg als AZ. Weten wat ze kunnen, weten wat ze met de ruimte kunnen en in balbezit kunnen. Dus dat was prima. Alleen we hebben onszelf niet beloond. En het is leuk om complimenten te krijgen. Maar ik zit af en toe toch liever dat ik hier zeg van het kunst en vliegwerk. En we hebben toch de 3 puntjes binnen. Maar goed, zo zat ik vorige week. En, dus dat is mijn verhaal. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor een van beide trainers? Zo niet, dan wens ik hem een heel fijn weekend. Bedankt voor de komst.